De discussie rondom kandidaat-wethouder René van Amersfoort is nog niet over. De oud-fractievoorzitter van de PvdA noemt de communicatie van de partij hierover oliedom. Miljoenen voor Batavialand in Lelystad. Met dat geld moet het museum omgetoverd worden tot een nieuw themapark. En een aantal maanden geleden werd er beslag gelegd op het Italiaanse Floriade-paviljoen vanwege een fikse schuld. Maar nu zegt de Italiaanse regering niet de schuldige te zijn. Het is vandaag donderdag 26 januari en dit is Flevoland. Goedenavond. Er blijft gedoe rondom de benoeming van René van Amersfoort als nieuwe wethouder namens de PvdA van Noordoostpolder. Er is nog steeds onduidelijkheid over zijn cv en nu blijkt hij in 2017 op de kieslijst te hebben gestaan voor de VVD. Binnen de PvdA ontstaat ondertussen onrust en oud-fractievoorzitter Rien van der Velde maakt zich zorgen. Ik kan niet anders zeggen dat de hele communicatie hierom gewoon oliedom is. Gewoon oliedom. Dit had gewoon anders gemoeten en anders gekund. Vernietigend is hij over zijn oude fractie en het gedoe rondom de kandidaatstelling van hun nieuwe wethouder. Maandag kondigde de PvdA René van Amersfoort aan als nieuwe wethouder. Daarbij gaven ze onterecht aan dat hij wethouder is geweest in Rotterdam. In werkelijkheid bleek het te gaan om een rol als portefeuillehouder in de wijkraad van het dorp Pernis. In de kwaliteit van de organisatie En het politieke handwerk zit onvoldoende kwaliteit. Want anders had je dit kunnen voorkomen, was het ook niet gebeurd. En ik denk dat de mensen eens even goed in de spiegel moeten kijken. Kan ik dit wel? Maar er kleeft nog meer aan de kandidatuur van Van Amersfoort. Het is onduidelijk hoe lang hij precies in Pernis actief is geweest. Volgens de PvdA was dat van 2006 tot 2014. Maar in 2011 is hij al naar Emmeloord verhuisd. In oude Huis aan Huis kranten uit Pernis wordt hij sinds 2011 niet meer genoemd als lid van de deelraad. Daarnaast is hij in 2017 kort lid geweest van de VVD in Noordoostpolder. Iets wat een aantal leden van de PvdA hem niet in dank afneemt. Hij is vervolgens ook op de lijst gekomen voor de VVD. Met andere woorden, ik wil graag de gemeenteraad in voor de VVD. Dus met die geschiedenis, ja, denk je toch van, wat is hier aan de hand? Van der Velde betreurt vooral dat de nieuwe wethouder straks met een achterstand moet beginnen. Is het allemaal wel verstandig om wethouder te worden? Dat is aan hem. Maar een hem kennende kan niet van een uitdaging wil iets moois maken. Ook buiten de Noordoostpolder wordt gereageerd op het gedoe rondom de benoeming van Amersfoort. Gisteren vertelden betrokkenen bij de Rotterdamse politiek verbaasd te zijn dat Van Amersfoort zijn werkzaamheden in Pernis omschrijft als een wethouderschap. Ton Roerig is oud-directeur van de Wethoudersvereniging. Hij vindt juist dat het portefeuillehouderschap en het wethouderschap niet veel van elkaar verschillen. De kern van de zaak is, heb jij een verantwoordelijkheid genomen om algemene en collectieve belangen tegen individuele belangen af te wegen en daar standpunt op in te moeten nemen en die uit te leggen, uit te dragen en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Op het moment dat een goede kandidaat iemand bereid is om in te stappen tijdens zo'n rit in een gemeente en daar ook nog woont ook, dat is ook niet standaard tegenwoordig, dan denk ik, joh, kijk nou eens naar de kwaliteiten van de man of vrouw en beoordeel hem daarop en geef hem de kans om te laten zien wat hij kan. De provincie heeft gisteravond unaniem ingestemd met de plannen om Museum Batavialand in Lelystad verder te ontwikkelen. Daar wordt een bedrag van 2,3 miljoen euro voor uitgetrokken. Een belangrijk moment voor het museum, want het aan land krijgen van het schip de Batavia komt daarmee dichterbij. Dit is de eerste stap om echt te kunnen gaan vernieuwen. Nu de provincie positief heeft besloten, gaat de gemeente ook met grondoverdracht, die belangrijk is, om alles op één locatie te krijgen, besluiten. En dan het Rijk staat ook al klaar om te investeren in een Nationaal Scheepsarcheoloogisch Depot. Daarmee is het een project dat vele miljoenen euro's gaat kosten. Het museum, het schip de Batavia en ook de werf moeten bij elkaar komen. Nu de provincie akkoord is, is het wachten op de gemeente Lelystad. Dan kan het museum verder gaan met het uitwerken van alle plannen. Over onder andere het scheepsarcheologisch depot.
Daar willen we ook een soort zichtdepot van maken, zodat bezoekers ook zien wat voor een rijke collectie er is, wat we niet allemaal kunnen tonen in één keer. Er is ook in de plannen budget voor een multifunctioneel entreegebouw. We willen eigenlijk de smoel van het hele terrein ook iets verbeteren. Zeg maar de ingang vanuit de kustkant. En het gebied wordt hier ook door de gemeente Lelystad ontwikkeld. Dus dat dragen we ook bij aan een heel mooi gebied. Met in dat gebied een prominente plek voor de Batavia. Het schip gaat uit het water en wordt op het land bewaard. Zomer 2024 willen we haar uit het water halen. Want dat hij uit land moet, dat is evident. Maar in de besluitvorming zit ook dat met de grondoverdracht van de gemeente, dat we dan als de Batavia dan hier staat, maar dat we ook dus de werkplaats van de werf ook kunnen concentreren op eigenlijk de plek waar nu het museum is. We zijn natuurlijk al één museum, maar dan kunnen we op één locatie zijn. En dan krijg je ook een veel logischer verhaal voor de bezoeker. Het hele project met verbouwingen en het verplaatsen van de werf moet eind 2027 afgerond zijn. We hopen natuurlijk echt wel dat iedereen ook het vertrouwen ziet en niet alleen de provincie. Dan krijgen we ook structureel meer subsidie, zodat we die ontwikkelplannen ook kunnen uitvoeren. En een nieuwe organisatie, nieuwe visies en nieuwe programmeringen kunnen maken. Actiegroep Extinction Rebellion start een lokale groep in Lelystad. Dat is de tweede groep in Flevoland. Almere heeft er al één. Vanavond vindt er een startbijeenkomst plaats waarvoor geïnteresseerden zich konden aanmelden. 12 mensen hebben zich voor de groep in Lelystad aangemeld. Zij leren vanavond over de manier waarop Extinction Rebellion protesteert. En er wordt gesproken over onderwerpen die misschien lokaal spelen. Extinction Rebellion is heel erg een grassroots beweging. Dus dat betekent dat heel erg van onderop met elkaar bepaald wordt waar je je op in gaat zetten. En dat uiteindelijk dus de groep in Lelystad met elkaar gaat bepalen, richten we ons ook op de gemeente en haar beleid, op bedrijven in Lelystad, op de provincie, die natuurlijk met het provinciehuis in Lelystad aanwezig is. Ja. En je kunt ook aansluiten bij landelijke acties. Ook in andere Flevolandse gemeenten is er interesse in lokale groepen. Zo zijn er aanmeldingen vanuit Noordoostpolder, Dronten en Zeewolde. Het boek van de Almeerse gastschrijfster Ninja Weijers over de dood van Cassandra van Schaik uit Almere wordt later dit jaar uitgebracht. De schrijfster sprak met de politie, familie en vrienden van Schaik en met inwoners van Almere. Het is meer dan 15 jaar geleden dat de destijds 17-jarige Cassandra verdween. 3 weken later werd haar lichaam gevonden in het water van de Noorderplassen. De zaak is nooit opgelost. Bewoners van Almere Poort demonstreren vanavond bij het stadhuis tegen de komst van verslaafde opvang Domus. Ze willen die opvang liever niet in hun buurt omdat ze het onveilig vinden. We willen benadrukken dat wij deze mensen, dat we niet tegen deze mensen zijn, maar tegen de locatie, de voorgenomen locatie in Almere Poort. Waarom we voor vanavond een demonstratie hebben georganiseerd, is eigenlijk om hier ook wat meer aandacht voor te vragen. We verwachten ongeveer 200 man en we hebben ook volop mensen opgeroepen om te komen naar de demonstratie. Want wij vinden het gewoon belangrijk dat mensen zien waarom wij daar staan. Wij zijn geen zeurende mensen nogmaals. Wij maken ons echt zorgen om de veiligheid. Volgende week is er een informatiebijeenkomst over Domus. Maar volgens de bewoners probeert de gemeente het protest van de buurt tegen te werken. Zo werd een eerdere informatiebijeenkomst in november afgeblazen omdat er te veel mensen op afkwamen. Het conflict dat speelt rond het Italiaanse Floriade-paviljoen is een zaak tussen 2 commerciële bedrijven. Dat zegt de ambassadeur van het land, Giorgio Novello. Hij wil benadrukken dat de Italiaanse overheid geen wanbetaler is. It's not the Italian government. The Italian government has traditionally pays its bills regularly. You may refer to a purely commercial dispute between the Italian company who actually built the pavilion and a private Dutch company who executed some additional works on behalf of the Italian constructor. De ambassadeur uit zijn onvrede over het gedrag van het Almeerse Rijmertbouw. Dat bedrijf legde in november beslag op het Italiaanse paviljoen omdat het nog een rekening van €150.000 open zegt te hebben staan. In de hoop zo toch nog een betaling af te dwingen. That was completely and utterly illegal. That was a very unfortunate move by the Dutch company. I understand that controversies, disputes may occur between private companies. And both in the Netherlands and in Italy, we have a lot of legal remedies to find a solution. We very strongly
object to that course of action, which is against all possible national and international laws. Gevraagd naar de rekening die Reimert-Bouw nog open heeft staan, zegt de ambassadeur dat dit door het Italiaanse samenwerkingsverband wordt ontkend. I know that the Italian company says that they have paid in full. The Dutch company says they have not been completely paid. I don't have any reason to believe one or the other. It's again a purely commercial issue which has to be settled by the many means that in legally advanced country like the Netherlands and Italy exist. Reimert-Bouw heeft inmiddels besloten om de hekken en borden rond het paviljoen weg te halen, zodat het gebouw toch afgebroken kan worden. De rekening daarvoor wordt betaald door de Italiaanse overheid. Maar een oplossing voor het conflict is er nog niet. I'm actually involved with my embassy, with my collaborator, with the Italian authorities, in order to solve the situation as quickly as possible, the sooner the better, to continue the wonderful relations which exist between Italy and the Netherlands. We are helped and supported by our Dutch friends. Een vloer, nieuw plafond, nette muren en misschien nog wat meubels. Op dit moment is het gebouw aan de Dreef in Biddinghuizen, waar Inloophuis De Kans zich gaat vestigen, nog kaal en leeg. Maar hopelijk duurt dat niet lang meer. Het is nog behoorlijk echoend en we hopen er wel iets moois van te kunnen maken. Maar je ziet, er moet nogal best wel wat gebeuren. Hoe moet het hier nou straks uit gaan zien? Wat is het plaatje? Daarachter komt de kledinghoek. Met veel leuke meubeltjes die we hebben en schilderijtjes. En oh, ik zie het al helemaal voor me. Ik heb het, als ik mijn ogen dicht doe, zie ik het al helemaal voor me. Wordt het supergezellig. Alleen nog een beetje geld. Alleen nog een beetje geld, dat is dan wel een dingetje. Nu zit het inloophuis nog naast het koetshuis in Biddinghuizen. Maar dat pand wordt gesloopt. Het inloophuis gaat dus verhuizen naar de Dreef in het centrum. Maar dat heeft eerst een flinke opknapbeurt nodig. We hebben bedacht om het netjes aan te kleden. Een actie om met z'n allen geld bij elkaar te sprokkelen. Dat we een mooie vloer erin kunnen leggen. Dat we er een plafond hebben wegens de energie. Dat het niet allemaal verloren gaat, want het is een loze ruimte. En dat we het weer net zo gezellig kunnen maken zoals we het nu hier hebben. En dat mensen weer graag gaan komen. Het inloophuis betekent veel voor de bezoekers. Een belangrijk onderdeel is het samen eten van een warme maaltijd. Ze staan altijd te propelen om binnen te komen. Dan wel eens zeggen, ja, 10 uur hoor, niet eerder, want we zijn nog bezig. Wat betekent De Kans voor u? Nou, heel veel. Ik was blij dat ik lekker nuttig kan wezen voor andere mensen. Die mensen die koken haast nooit. He, dus ze zijn blij dat ze 2 keer in de week een warme maaltijd krijgen. Ja, ze hebben geen zin meer om thuis te koken voor hun alleen. Dus daarom is het zo nuttig dat ze bij ons lekker kunnen kan eten. En ze zijn gewoon blij dat ze eruit kunnen. Want ze zouden niet, als wij niet meer zouden bestaan, dan zouden ze verschrikken. Dan kom je ze nergens meer. Het gaat allemaal gemoedelijk. En de mensen die helpen elkaar zover mogelijk. Nou, dat is tegenwoordig heel wat waard. Wat vindt u ervan om hier te zijn? Gezellig. Ja, dat is mijn plek. Wat ik al zeg, ik heb veel meer gemaakt. Ik heb 2 kind verloren en mijn man verloren. En nou hier, dat is mijn huis. De Kans is dus onmisbaar voor veel mensen. En daarom wil coördinator Jannie van der Bos de mensen een goed onderkomen bieden. Hoeveel geld hebben jullie nodig? Ja, ik heb als doelstelling 7000 euro, maar als ik 5 heb, ben ik ook al blij. Ik bedoel, en weet je, ik ben al zo gelukkig. We hebben, hoe het nu staat, is het al 1360 euro. Nou, en dat vanaf vrijdag. Daar ben ik zo trots op, dat mensen daar gewoon bam, ervoor gaan. En dat geeft ook aan hoe het inloophuis ligt in het dorp. Dus dat mensen vinden het belangrijk. Waar moet de politiek zich voor inzetten? Gaat het je om de woningmarkt, je financiële situatie, het klimaat? Of vind je de stikstofproblematiek, asiel of zorg belangrijker? Nou, we willen het graag van je weten vanwege de naderende Provinciale Statenverkiezingen. Je kunt je mening geven door een korte vragenlijst in te vullen. En die vind je op onze app en website. Dit was Flevoland voor vandaag. Tot morgen.